Nadine Hansen, we zijn hier vandaag in Genk. Jij hebt vorig jaar op het einde van het seizoen een paar matchen al meegespeeld na je blessure. Hoe gaat het nu? Ja, het gaat goed. We hebben best wel veel oefenwedstrijden gespeeld. We hebben er nu 5 gespeeld, mooi de 6e. Dus het is wel lekker om zo in het ritme te komen. En zeker na zo'n lange blessure kwam de zomerstop eigenlijk iets te vroeg. Het is wel fijn dat, dat we zoveel oefenwedstrijden kunnen spelen. Dus. Ja. Nu is het een nieuw seizoen. Wat verwacht je? Ja, we hebben een aantal goede versterkingen erbij gekregen. Dus de verwachtingen zijn wel dat we gewoon een lekker seizoen kunnen gaan draaien met z'n allen. Ja. Heb je een beetje gekeken naar het EK in Nederland? Want Nederland is Europees kampioen geworden. Absoluut, tuurlijk. Ik heb die meiden allemaal gevolgd. Dus het was superleuk dat ze uiteindelijk Europees kampioen zijn geworden. Ja. Met Genk, jullie beginnen 1 september, denk ik, vrijdag 1 september. Thuiswedstrijd? Uitwedstrijd op Anderlecht. Dat is meteen een spannende match voor jou, denk ik, hè? Ja, het is inderdaad leuk om weer direct de oude ploeggenoten te zien. Dus we gaan zorgen dat we er klaar voor zijn. Ja. Extra motivatie, zoiets? Altijd. Ja. En waar hoopt Genk te eindigen dit jaar? Ja, minimum bij de top 4. En we hopen nu gewoon meer punten gaan pakken tegen Anderlecht, Luik en Gent. En dat moet denk ik wel goed komen. Ja, en dan die play-offs halen. Ja, absoluut. Oké, ik dank je. Veel succes. Graag gedaan.